en gedeporteerd naar een geheim gehouden adres. Die ouders, en het zijn er ontelbare, protesteren. Voor hen is het oorlog. En dat blijft het zolang hun kinderen niet terugkeren uit van weg van het opvangadres. Wie die protesten afdoet als uiting van onbehagen van ontevreden sprekers, getuigt niet van enig besef van urgentie. Van besef dat het zo echt niet langer kan. Erik Gerritsen en Jasper Zuren schreven gisteren op de website Sociale Vraagstukken een bijdrage onder de verzoenende titel Jeugdzorg moet emoties serieus nemen. Ze schrijven: natuurlijk moet jeugdzorg ruimhartiger worden in het toegeven van fouten, maar er is meer nodig dan dat. Er is constructieve dialoog over jeugdzorg nodig, anders zijn straks de kinderen in de knel te dupen. Dat doet mij denken aan een gedicht van Leo Vrooman over een dubieuze vredesboodschap. Komt een duif van 100 pond, een olijfboom in zijn klauwen, bij mijn oren met zijn mond vol van koren zoete vrouwen, vol van kirrende verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaalt ze 100 malen. Alle malen zal ik wenen. Dat is het huidige perspectief van ouders van wie het kostbaarste gezicht, bezit hen op valse gronden is ontnomen, wie er leven onherstelbaar is verwoest. Het is soms een alledaagse incident, soms een andere aanleiding waarom jeugdzorg hun kinderen weghaalt. Het gebeurt altijd op een verraderlijke manier met veel intimidatie. Hun kind dat er niets van begrijpt en in paniek raakt, wordt naar een geheime locatie gebracht. Ter voorbereiding op het eerste contactmoment met de ouders, een week of drie later, wordt het kind belast met een strikte geheimhoudingsplicht, zodat de ontmoeting met de ouders beladen is met angst voor versprekingen. Na enkele ontmoetingen schrijft jeugdzorg: de bezoekregeling met u roept dusdanig veel spanning op dat uw dochter angstig is. De reden waarom de bezoekregeling voor 3 maanden wordt stopgezet. Uit een van mijn dossiers. En zo zijn er meer. In een professioneel over rapport van jeugdzorg lezen de ouders, als hun kind al enkele weken uit huis is, wat zij in de fax van jeugdzorg en de kinderrechter ook al hadden zien staan. Jarenlange kindermishandeling als hypothese. Maar tot hun verontwaardiging zien zij dat de hypothese zonder onderzoek als vaststaand feit in het rapport is vermeld. In een kluwe van volgende rapporten wordt dit feit klakkeloos als vaststaand uitgangspunt genomen. Hun advocaat maant zijn cliënten om jeugdzorg vooral niet tegen te spreken. Ja. Wijzen ouders toch op de onjuistheid van die beschuldigingen, dan krijgen ze van jeugdzorg te horen: daar gaat het niet om in het jeugdrecht. Waarheidsvinding behoort niet tot onze taak. Wijzen ze erop dat hun kind niets mankeert en het voortreffelijk doet op school, dan lezen ze ze tot een verbijstering in een volgend rapport: het kind komt over als een zwaar beschadigd meisje als gevolg van jarenlang huiselijk geweld. Juist het feit dat ze waarschijnlijk niets mankeert en gewoon meedoet op school, zou gezien kunnen worden als zorgelijk. Hieruit blijkt namelijk dat ze al jaren rondloopt met een groot geheim en dit nooit met iemand heeft kunnen delen. Wijzen die ouders op de innerlijke tegenstrijdigheid, komt over als zwaar beschadigd versus mankeert overschrijdend niets, dan is het antwoord wederom: daar gaat het niet om in het jeugdrecht. Waarheidsvinding is niet onze taak. Kaarten zij het aan bij de externe klachtencommissie, dan opent de voorzitter, een kinderrechter, met de woorden: vooraf moet ik u erop wijzen dat het in het jeugdrecht niet gaat om waarheidsvinding. Klagen ze bij de Raad van de Kinderbescherming over het klakkeloos overnemen van evidente onzin, dan krijgen ze te horen: in het jeugdrecht gaat het niet om waarheidsvinding. Komen ze bij de kinderrechter, dan open ook die de zitting met de woorden: vooraf moet ik u erop wijzen dat het hier niet gaat om waarheidsvinding. Nog even terug naar Gerritsen en Zuren. Die schreven: natuurlijk moet jeugdzorg ruimhartiger worden in het toegeven van fouten. Ik heb een 14 seconden durende audiobestand die ten gore gebracht wordt door een medewerker. Er is meer nodig dan dat. Maar wat bedoelen zij er eigenlijk mee met er is meer nodig dan dat?
Bedoelen ze daarmee instellen van een waarheidscommissie? U weet wel, die commissies die na het beëindigen van een dictatuur, waarin vreselijke dingen zijn gebeurd, de waarheid boven tafel halen om tot verzoening te komen. Bedoelen zij, Gerritsen en Zuren, erkenning van misleiding van de rechterlijke macht en chantage van ouders die zich verweren? Bedoelen ze beëindiging van alle fouten onder toezichtstellingen en uithuisplaatsingen, zodat de kinderen terug kunnen keren? Bedoelen zij schadevergoeding aan al die ouders? Bedoelen zij zuivering door ontslag van alle foute jeugdzorgwerkers en hun foute managers? Bedoelen zij de rechterlijke macht toeroepen? U had ons moeten controleren. Dan hadden wij die fouten niet gemaakt en waren we teruggefloten. Dank u wel.